Wij zijn Danny, Linde en we brengen de stem van het volk naar u toe. Zo is dat. En vandaag gaan we kijken wat er nog speelt in de wijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, mijn naam is Memo, ik woon in Utrecht-Oost. Dit is mijn huis. Laten we meteen met de deur in huis vallen. We geven jou 10 miljoen euro om te verdelen over de thema's die voor jou liggen. Even kijken, nou, 10 miljoen euro is niet zo'n groot bedrag, denk ik. Niet zo'n groot bedrag om verdeeld te worden over al die thema's. Oh ja. Eerst onderwijs, op nummer 2 komt veiligheid, dan meedoen en meetellen. Het is belangrijk als wij iets doen voor het onderwijs. Want heel veel studenten op dit moment krijgen geen goede onderwijs. Studenten komen niet naar de lessen, ze zijn minder gemotiveerd. Het lijkt me leuk als wij terugkeren naar een fysiek onderwijs. Kansen moeten gecreëerd worden, stageplekken moeten gecreëerd worden. En niet alleen maar voor HBO-studenten, maar voor MBO-studenten. Wat wilde jij met het thema veiligheid? Ik vind dat het belangrijk is dat de Nederlandse staat aandacht geeft aan de veiligheid van Nederlandse mensen. Niet alleen maar in Nederland, maar ook wanneer zij buiten het land zijn. Want het komt heel vaak voor dat Nederlandse mensen in het buitenland worden gearresteerd alleen omdat zij hun meningen hebben gedeeld op social media. Ik ben een van die slachtoffers. Onze stem moet gehoord worden. Daar hebben we geen geld voor veiligheid. We hebben meer respect nodig, meer aandacht nodig, meer dat we voor elkaar opkomen. Wat is het grootste probleem in Oost? Net zoals ik heb gezegd, deze wijk is een van de mooiste wijken. Het is een mooie wijk, leuk. Het enige probleem is dat het een beetje moeilijk is om een woning te komen in deze wijk. Een beetje? Dus ik zeg een beetje om het zachter te maken. Maar het is echt moeilijk om een woning te komen in deze wijk. Danny, wat denk jij? Memo voor president? Ik zie jou wel hoor. Ik heb een vrouw mee hier. Memo, dankjewel voor een heel leuk gesprek. Het was leuk, mooi gesprek gehad. Nou, ik stem op GroenLinks, ik stem op Hoop en ik ben benieuwd naar jouw mening. Dag, doei! Zo, dat was hem weer. Op naar de volgende. Aan de bak!